Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer een keer een opgemaakt productvideo voor jullie. Er was laatst al een keer gevraagd of ik hier ook video's over maakte. En de laatste video is al best wel weer lang geleden. Dus ik dacht, het is wel weer een keer hoog tijd om te laten zien wat ik heb opgemaakt. Dit zijn echt wel producten van 6 maanden. Het is dus echt niet van 1 maand tijd. Ik maak in de maand tijd nooit heel veel producten op. Maar meestal spaar ik het op tot ik echt een voorraad heb. Dus dit zijn producten van 6 maanden tijd. Dus mocht je benieuwd zijn wat ik de afgelopen 6 maanden aan producten heb opgemaakt, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik heb alles hier even uitgestald, zodat ik precies weet hoeveel ik wat heb. Er zijn 4 Maximum Protection deodorants doorheen gegaan. Ik heb altijd deze, want dit is de enige deodorant die mij droog houdt en waar het zweet echt bij weg blijft. Dit is de Strong Clean Scent. Daar heb ik er 3 van opgemaakt. Deze, er komt er zelfs nog eentje van uit Duitsland. Maar ik heb ook de Sport Strange. Die andere was er toen een keer niet. Toen heb ik deze gekocht. Maar dit zijn gewoon hele fijne deodorants. Ze zijn wel vrij duur. Maar dit zijn wel de enige deodorants die voor mij heel goed werken. Dan ga ik eens even tellen hoor. Want dit is echt wel heel erg. Er zijn 6 bussen met scheerschuim doorheen gegaan. Ik heb altijd die van Shen. Dat zijn gewoon diegene van de Lidl. Voor de sensitive huid. En dit is gel. Ik hou altijd meer van gel. Ik vind schuim niet zo fijn, maar gel wel. Hier zit ook aloe vera in. En er zijn er dus 6 van doorheen gegaan. Ik heb ze hier letterlijk alle 6 liggen. Dit zijn er al 3. En hier zijn de volgende 3. Ik schaam me gewoon een beetje dat er zoveel van deze bussen doorheen zijn gegaan. Maar ja, ik vind deze gewoon echt heel erg fijn. Dus ja, die gebruik ik dus altijd. Dan 2 flesjes met Dettol. Ik gebruik altijd Dettol om mezelf te wassen. Als ik uit bed kom, was ik mezelf altijd bij de kraan. Want ik douche altijd 's avonds. En ik gebruik altijd Dettol. Want dat werkt voor mij het beste. Omdat ik daardoor gewoon gelijk ook alle bacteriën dood. Dus die vind ik gewoon altijd heel erg fijn. Dus ik gebruik dit om mezelf mee te wassen. En dit werkt voor mij heel erg goed. Ik heb eigenlijk altijd ook deze. Gewoon de original. En die is prima. Ik dacht eigenlijk dat ik niet zoveel deodorant had, maar ik kom er zelfs nog eentje tegen hier. Dus die was er toch nog extra doorheen gegaan. Ik dacht dat ik het allemaal heel nauwkeurig had gedaan, maar dat valt dus een beetje tegen. Dan is er een flesje met handzeep doorheen gegaan. Ik heb ook altijd in de douche handzeep staan, omdat daar ook mijn toilet is. En na elk toiletbezoek was ik mijn handen. Maar ik heb zeg maar zo'n pompje die je vult met water. Dan doe je de helft, doe je een klein beetje zeep en doe je het met water. Krijg je heel schuimend zeep. Dus daardoor heb je niet zo heel veel nodig. Dus je kunt hem gewoon steeds bijvullen. Dus vandaar dat daar er maar eentje van doorheen is gegaan. Deze is toevallig ook van de Lidl. Dit was de White Cotton en Jasmine. Maar dat was een prima handzeep ook. Dit is wel heel beschamend. Wacht even hoor. Ik ga even tellen. Ik heb hier letterlijk 7 flessen van mondwater. Ik gebruik altijd mondwater. Ik vind het altijd lekker naar tandenpoetsen. En ik heb ook altijd die van Lidl. Dit is van Dentalux. Ik heb altijd de blauwe of de groene. Ik heb ook wel eens de roze gehad. Maar die vind ik op de een of andere manier toch ietsjes minder fijn. Omdat die niet zo heel erg fris is. Ik hou toch echt wel van die extra frisheid. En dat heeft deze wel. Dus hier zijn er 7 van doorheen gegaan. Wat best wel veel is. Maar ja, dat zijn gewoon van die dingen die heb je gewoon nodig. Ook ging er nog een dagcreme op van Kruidvat. Ik heb deze niet eens helemaal leeg gemaakt. Maar ja, zover mogelijk. Maar ook deze koop ik dus niet meer opnieuw. Omdat ik hier dus eigenlijk niet tegen kan. Ik ben echt helemaal overgestapt op de dag- en nachtcreme van de Lidl. Want die gaan heel goed op mijn huid. En deze gewoon echt helaas niet. Dan heb ik hier mijn multivitamine. Ik slik eigenlijk elke dag een multivitamine tablet. Hier zitten dan 12 mineralen, of vitamine en 8 mineralen in. Deze zijn toevallig ook van de Lidl. Daar zijn, schrik niet, 8 potjes van doorheen gegaan. Maar er zitten er ook 40 of 60 in.
Dus daar zit je dan ook zo aan, zeg maar. En er is er zelfs nog eentje van de Kruidvat bij. Dit was A tot Z compleet. Dit is dan weerstand. En ja, dat is eigenlijk ook zo'n potje. Maar die zijn best wel wat duurder. Maar over het algemeen koop ik dus altijd deze. Want die vind ik gewoon heel erg fijn. Dan zijn er 3 keer huid, haar en nagelpillen doorheen gegaan. Ik heb hier 2 potjes van de Ethos. Hier zitten dan, ja, dat bevordert de groei van je huid, je haar en je nagels. Ik heb er dus hier nog 2 van de... van de Ethos, die zijn opgegaan. Maar ik heb er ook nog eentje van de trekpleister. En ja, die was toevallig toen met de dagactie. Maar ik moet ze eigenlijk weer even kopen, want ze zijn van mij alweer op. Maar ik koop ze altijd meestal even in de aanbieding. Want dan ja, is het gewoon net iets beter, zeg maar. Dat zijn de pillen. Dan heb ik hier een flesje met het anti-haarsgroeiserum. Vind ik ook heel fijn. Het is van de Kruidvat. Dat is van dat serum. Dat kun je aanbrengen. En dan groeit het haar iets minder snel. Dus ja, dat is gewoon een heel fijn middel. Ik heb daar ook een blogpost over geschreven. Ik vind het wel heel erg fijn. Dan heb ik hier 2 keer de face wash van Betty's. Ik doe altijd met douchen ook mijn gezicht wassen. Het kan zijn dat we er zometeen nog eentje tegenkomen. Maar dat gebruik ik altijd onder de douche. Om, als ik mijn make-up heb verwijderd, dan doe ik altijd nog even lekker met zo'n face wash. En deze is met aloe vera. Ik vind hem heel fijn. Maar volgens mij heeft Action niet meer van Betty's. Dat verschilt nog alles. Dus dat is deze. Het gaat ook allemaal even aan het lijf hier. Het is echt fantastisch. Dan heb ik hier een potje met nachtcreme. Ik heb hem opgemaakt. Hij is van het Kruidvat. Zou ik niet meer opnieuw kopen, want mijn huid reageert hier niet goed meer op. Tegenwoordig gebruik ik hem van de Lidl. Daar ga ik wel heel goed op. Maar die van de Kruidvat die zou ik zelf niet meer kopen. Maar die is ook opgegaan. Je doet best wel lang met zo'n potje. Dan heb ik 2 potten met... het haarmasker. Ik heb hier nog eentje voor Color Protect. Die koop ik inmiddels niet meer, want ik heb geen geverfd haar meer. Dat gebruikte ik eerder wel toen ik mijn haar nog verfde, maar dat doe ik niet meer. Maar deze stond er nog, dus die moest toch op. En ik heb dan ook nog deze, de Intense Repair haarmasker. Die vind ik ook heel fijn. Deze komen gewoon ook bij de Action vandaan. Zijn hele fijne haarmaskers. Dus zijn van het merk This Is It. Dus er zijn echt prima haarmaskers die ik gewoon heel fijn vind. En die ik ook eigenlijk altijd wel weer opnieuw koop hoor bij de Action. Dan heb ik 2 keer een face scrub. Eentje nog van het Kruidvat merk. Die ik overigens ook niet meer koop. Omdat mijn huid er niet zo goed op reageert. Maar dat gebruik ik zo'n 2 keer per week om mijn huid mee te scrubben. Maar ik heb ook deze nog van de Beauty Depth van de Action. Vond ik ook een hele fijne. Het was met kiwi. Die was ook echt wel heel erg lekker. Maar ja, het is ook zoiets dat hebben ze tijdelijk. Dat is er nooit heel erg lang. Dan is er een nagellak remover doorheen gegaan. Gebruik ik ook. Heb je nooit er heel veel van nodig met acetonvrij. Deze is nog wel van het Kruidvat. Dat maakt niet zoveel uit waar die vandaan komt. Daar kan ik op zich prima tegen. Ja, als je veel nagellak gebruikt moet je het ook verwijderen. Dus daar heb je natuurlijk veel remover voor nodig. Dan kom ik hier nog een shampoo tegen met coconut. Dat vond ik een hele fijne. Die heb ik een keertje bij de Action gekocht. Vond ik echt een hele fijne shampoo. Hier zat coconutolie in. Die vond ik echt wel gewoon heel erg fijn. Dus ja, dat is dan vaak zo'n lijn. Dat hebben ze niet zo heel erg vaak. Maar die is zeker ook aan te raden. Dan komen we bij de tandpasta's. En ik heb hier wel 4 verschillende liggen. Ik heb 4 verschillende. Ik heb hier allereerst 2 keer de ProDent White System. Ik heb altijd wel met een witmakend effect. Dat vind ik heel fijn. Er zijn er 2 van opgegaan. Zoals je ziet, ik knijp die tubes ook helemaal leeg. Er zit ook echt letterlijk niks meer in. Maar het zijn hele fijne, ja, fijne tandpasta's. Dan heb ik ook deze met een Mental Power. Die vond ik, daar moest ik even aan wennen. Dat was ik niet zo gewend. Die vond ik ietsjes, ja, ietsjes anders als wat ik gewend ben. Maar op zich prima tandpasta. En dan heb ik hier de Triple Action Extra.
van Colgate ja, vind ik ook gewoon heel fijn. Heeft ook zo'n whitening effect. Ook een prima tandpasta. Ze zijn ook wat heter. Ik vind dat zelf heel erg lekker. Dan kom ik hier nog een Nivea Dry Comfort tegen die is opgegaan. Die had ik nog staan. Die heb ik gewoon eindelijk eens opgemaakt. Omdat je die ene, de deodorant die ik liet zien, die hoef je eigenlijk maar één keer per dag aan te brengen. Dus dan kun je na het douchen bijvoorbeeld deze aanbrengen. Of je doet het ja, net hoe je wilt. Dus die heb ik ook opgemaakt. Dan heb ik hier nog een conditioner van Palmolive. Ja, dat heb ik dan allemaal ooit eens een keertje gekocht. Omdat ik dan in de aanbieding was. En dat ben ik allemaal een beetje aan het opmaken. Deze was voor normaal en droog haar. Maar hier zat honing extract in. Vond ik ook een hele fijne conditioner. Dus prima. Maar hij is in ieder geval nu op. Ik heb ook nog van die coconut lijn. Nee, dit is puur argan. Ook een conditioner. Die was ook dan van de Action. Die heb ik ook helemaal leeg geknepen. Vond ik ook een hele fijne, ja, fijne conditioner. Maar net wat ik zeg, het zijn allemaal van die tijdelijke producten. Maar vond ik ook prima. Er zit ook lekker veel in. 500 milliliter. Dat vind ik zelf wel heel erg fijn. Want ik zal je laten zien waar ik heel veel van heb opgemaakt. Er zit veel minder in. Dan hebben we hier twee keer een body care lotion. Ik gebruik altijd body lotion. Ik heb hier de gewone. Eigenlijk de normale, die ook heel fijn is. Ik gebruik altijd Dolf, want Dolf werkt heel goed voor mijn huid. En ik smeer dat echt elke dag in. Alleen zeg maar, als ik dan op de dagen dat ik mezelf heb gescrubt, dan pak ik een body butter. Maar normaal gesproken smeer ik me altijd met deze in. En ik heb hier nog een glowing body lotion. Ik moet zeggen, ik zie niks van die glow terug. Maar het is een prima body lotion, dus daar was ik ook wel heel erg blij mee. Dan zie ik hier zelfs nog een multivitamine en nog eens. Oh nee, dat is mijn volle. Grapje. Nee, ik zie hier nog een multivitamine bij de, deze. Ik weet niet eens waar ik deze vandaan heb, joh. Hij zat nog in een doosje. Dat was ook zo'n multivitamine, dus die is ook nog opgegaan. Maar net wat ik zeg, ik weet gewoon echt niet meer waar ik vandaan heb. Het zou ook wel eens van de Aldi kunnen zijn. Ik heb echt geen idee, want ik weet niet meer welke winkel dit in een doosje verkoopt. Dan heb ik hier een oogcreme, die heb ik opgemaakt. Ik heb toen wel weer een nieuwe gekocht, maar daar gaat mijn huid helaas niet zo heel goed op. Dus zou ik niet zo snel meer kopen, omdat mijn huid het niet zo heel goed doet. Maar ja, vind ik ook wel heel belangrijk om te gebruiken. Dan heb ik drie keer scrub gel. Ik heb hier allereerst nog een scrub in een tube. Ik vind het op zich wel het fijnste resultaat in zo'n tube, omdat het net even iets makkelijker werkt. Dus dat is deze die ik heb opgemaakt. Prima scrub op zich. Maar ik heb ook twee potten. Dit zijn de Passion Fruits. Die komen bij de Action vandaan. Die vind ik ook heel erg fijn. Zullen wel weer van die scrubs zijn die ze niet altijd hebben. Maar ja, ik vind deze wel heel erg fijn. Alleen ik vind het potformaat niet zo heel erg handig. Omdat je gewoon merkt dat er heel snel water bij komt bij de douche. En dat is een iets lastigere, ja, werken. Dan hebben we mijn favoriet, mijn Dolf. Die koop ik nog steeds altijd. Ik moet eigenlijk wel eventjes een nieuwe halen. Dit is de komkommer en green tea. Die vind ik zelf heel erg fijn. En die gebruik ik ook echt met heel veel liefde. Maar er zijn er niet zo heel veel van opgegaan. Wat ik er ook best wel langzaamaan mee doe. Dan heb ik hier nog een Intense Repair Shampoo van Dolf. Heb ik ook heel erg lang gebruikt. Vind ik nog steeds heel erg fijn. Maar is gewoon best wel duur geworden. Maar als die weer een keer goedkoop zou zijn, zou ik hem zeker wel weer willen kopen. Dus dat is deze. En dan komen we bij het ellendigste. En dat zijn allemaal shampoos en conditioners. Ik schaam hier een beetje voor. Ik zal beginnen met de conditioners. Ik zal ze even bij elkaar krijgen. Letterlijk heb ik hier 8 flessen met conditioner. Dit is niet normaal. Ik heb hier de Oil & Care. Dat is wel mijn favoriet. Maar die is ook heel erg duur geworden van André Lon. Dus ja, ik ben er een beetje van af aan het stappen. Omdat ik het best wel duur vind. Maar daar heb ik hier al 2 van. Dus ik weet niet wat we nog gaan tegenkomen daarvan. Oh joh. Nog 2. Het zijn er al 4 van de Oil & Care. Die doen het echt heel erg goed voor mijn haar, moet ik zeggen. En de rest was ook Oil & Care. Allemaal oil en kers die op zijn gegaan. Het is niet normaal dit. Echt niet.
En ik had er ook nog eentje met verrassend volume. Ja, die heb ik dan een keer in een pakket gekregen of zo. En dat maak ik dan gewoon op. En dat is dan prima. Dus ja, ik koop deze wel het liefst. Maar ik vind ze dus heel erg duur. En dan zijn we bij de shampoos aangekomen. Nou jongens, dit zijn er 6 flessen van. En dan moet je nog nagaan die andere shampoos die ik heb laten zien. Ik heb hier een oil and care variant, die ik dus ook heel erg fijn vind, net als dus de conditioner. Ik heb er hier ook een voor langer fris. Die heb ik dan ook een keer in een pakket gekregen en ik maak het gewoon op, want dat is prima. Een levendig lang. Vond ik ook heel lekker, ruikt ook heel erg lekker. De amandelshine, die vind ik ook echt wel heel erg fijn. Maar ook deze is gewoon echt super duur. Dan heb ik nog een iedere dag variant. Die vond ik ook heel lekker ruiken. En nog een glans classic. Dus ja, dat waren alle shampoos. Best wel veel eigenlijk. Dan waren dit de producten die ik de afgelopen 6 maanden heb opgemaakt. Als ik er naar kijk, schaam ik mezelf er gewoon een beetje voor hoeveel er doorheen gaat. Maar ja, goed, dat betekent wel gewoon... Ja, ik verzorg graag mezelf goed. Dus dat betekent dat er ook wel wat meer doorheen gaat. Ik ben eigenlijk benieuwd welk product jij het allerliefste gebruikt voor je huid. Misschien is het een product dat ik heb laten zien of heb je totale andere wensen. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Om te zien wat ik nou allemaal opmaak. Het is echt wel enorm veel. Ja, ik wil je voor nu in ieder geval gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!